David Bruinvels is bedrijfsarts. Maar daarnaast ben jij ook gewoon nog heel actief met innovatie. Je hebt de O-Wise borstkanker-app opgezet. Wat doet die eigenlijk, even kort? Nou, heel in het kort, de app die ondersteunt vrouwen op het moment dat ze de diagnose borstkanker krijgen. Ja, normaal gesproken dan onmiddellijk naar Google vliegen om te kijken, ja, wat gebeurt er allemaal. En het vervelende van Google is, je krijgt zoveel info met zoveel tegenstrijdige dingen. Ja, dan weet je eigenlijk niet meer zo goed door de bomen in het bos te zien. En wat de app heel erg doet is, die vraagt jou, wat weet je al op dit moment? En genereert dan op basis van wat in de landelijke richtlijnen voor de oncoloog en de chirurgen staat, wat is dan eventueel het vervolgtraject? Dus die genereert rapportjes. En daarnaast kan je ook heel veel over jezelf kwijt in de app. Je kan vertellen hoe je voelt. Je kan gesprekken met je behandelaar opnemen. Je kan er ook een fotootje bij zetten, dat je ook weet, oké, dit was dokter Jans of dokter Pietersen. Maar hij genereert bijvoorbeeld ook vragen die jij zou kunnen stellen tijdens je eerstvolgende spreekuur. Dus echt een steun in de rug. Oké. Nou, wanneer ben je ermee begonnen? De app is eigenlijk vanaf 2014 is die pas echt gaan lopen. We zijn denk ik wel een dik halfjaar tot 9 maanden daarvoor bezig geweest om hem echt te ontwikkelen. Maar eigenlijk een heel erg kort traject vind ik voor zo'n app. En je doet het met je zus. Ja. En dat was normaal geen vriend van je. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou ja, ze is mijn jongere zusje. En daar heb je als oudere broer altijd een bijzondere band mee. Maar we zijn eigenlijk volledig onze eigen weg gegaan. Zij is heel succesvol geweest met het opzetten van een eigen bedrijf in Londen. Wat ook beursgenoteerd was. En na dat bedrijf zocht zij naar een volgende stap. En wij vonden elkaar eigenlijk in de oncologie. Waarbij ik wat meer vanuit de inhoud en de techniek zit. En zij wat meer vanuit ondernemen. En we hebben samen besloten om dit hobbyproject op een hoger niveau te tillen. En zij is hier nu echt daar business van aan het maken. Hartstikke mooi. Lessons learned van een app maken voor zoiets gelegenheid, businessmodel. Wat zijn de 3 lessen? Nou, de belangrijkste les is dat we het heel mooi hebben willen bouwen. Met andere woorden, we hebben een hele hoge ambitie neergezet. En uiteindelijk remt dat je ook weer. Dus het duurt echt veel langer en je hebt veel meer moeite om een goed product neer te zetten dan wanneer je het toch wat simpeler zou houden. Ja, zo minimal viable product, dat idee van de lean startup, minimal viable product, begin simpel, kijk hoe mensen reageren en vandaar het uitbouwen, niet met een te groot concept beginnen. Oké, les 1, heel mooi. Ja. Tweede? Les 2 is dat we heel erg uit zijn gegaan van hoe je het op dat moment eigenlijk best snel en efficiënt in elkaar kon zetten. Maar we hebben helemaal niet nagedacht dat je eigenlijk als je naar een breder platform wil, ik noem maar wat, nu borstkanker, later bijvoorbeeld dikke darmkanker of weer iets anders, dat je eigenlijk een heel flexibel systeem zou moeten hebben. En ja, flexibiliteit hebben we gewoon niet over nagedacht. En nou, dat vliegt ons natuurlijk recht in het gezicht. We lossen het wel op hoor. Ja, dus maar het enerzijds, mooi zijn als simpel, het enerzijds moet je het simpel maken en anderzijds moet je het weer zo breed opzetten dat je het overal voor kunt gebruiken. Dat is heel mooi. Ja. En derde, de acceptatie van patiënten en acceptatie van zorgverzekeraars die het businessmodel moeten leveren. Wat zijn daar je ervaringen? Nou, de acceptatie is heel erg goed, met name vanuit de patiënten. Die staan echt te schreeuwen om een stuk ondersteuning en een app die kan ze daarbij helpen. Maar het mooie van de app is, we proberen hem toch door de dokter te laten adviseren. Dus de dokter die zegt, nou, u hebt de diagnose borstkanker, kom over 4 of 5 dagen terug, dan hebben wij het overleg gehad met de collega's en dan kunnen we ook uw behandelplan geven. Maar in de tussentijd vink ik alvast aan, even op de folder, en kunt u de app downloaden en kunt u vast invullen en dan krijgt u alvast extra informatie over wat u te wachten staat. Ja, en jouw collega's die zijn er natuurlijk super enthousiast over en die bevelen dat aan alle patiënten aan. Ja, nee. Dat zou je wel willen. Nee, het ingewikkelde is natuurlijk, je zit in Nederland, zit je toch, ik zou bijna willen zeggen, een soort verzuiling. Elk ziekenhuis doet een beetje wat hij zelf wil. Ja. En we zijn nu 1 voor 1 eigenlijk alle ziekenhuizen aan het afgaan. En gelukkig gesteund door de organisaties zoals Borstkankervereniging Nederland en andere patiëntenorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Pink Ribbon, om dit toch tot een succes te brengen. Dus ja, ik zou bijna willen zeggen, via de ziekenhuizen top-down en bottom-up via de patiënt. Ja. En de zorgverzekeraars die het uiteindelijk businessmodel moeten, die dan daarvoor moeten betalen, gaat dat makkelijk? Nou, zorgverzekeraars zijn wel geïnteresseerd, maar het is eigenlijk de pharma waar wij op mikken. Want wij, omdat die data anoniem zijn,
kunnen we ze natuurlijk goed verwerken. En kunnen we bijvoorbeeld kijken of er bepaalde bijwerkingen zijn die bijvoorbeeld zorgen dat mensen eerder stoppen met hun chemotherapie, om maar eens wat te noemen. Nou, als blijkt dat dat zo is en in die groep krijgt de ene helft krijgt iets bijvoorbeeld tegen de misselijkheid, wat bijvoorbeeld de belangrijkste bijwerking is, en de andere groep krijgt dat niet. Kunnen wij dat terugzien in de dataset en kunnen we bijvoorbeeld een aanbeveling doen van, hey, misschien moet je mensen toch iets tegen de misselijkheid erbij geven, want dan maken ze hun chemokuur af. Echt een internetmodel, heel mooi. Dankjewel David, top. Graag gedaan.